Haat ze mensen die het graag ontmoet. En ook vol herinneringen. Haat ze hard zoals het maar kan zijn. Het is je stad, je eigen. Het voelt vertrouwen, het is Haagse Rijn. Florentia, de Torenstraat, passeert door de revue. Maar ook actuele zaken, Haagse dingen ook van nu. Ja, van Holland, van de oudbouw tot de nieuwbouw op het spuit. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haags als Haags kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn. Zaterdagavond, dus tijd voor een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Met in deze aflevering straks een reportage over een parel uit Bezuidenhout. Maar nu eerst iets in Scheveningen. En nu hebben ze van bovenaf besloten om ons de mooiste Pinksterdagen te gaan bieden die wij ons maar hadden kunnen wensen. Wind, zon, morgen overvolle stranden, het kan eigenlijk niet mooier. En fijn dat u er allemaal bent. We gaan de Deltaloid Noord-Sierregatta, ik durf bijna niet te zeggen, dit is de 69e editie. Maar die heb ik natuurlijk, zoals u kunt zien aan mijn jeugdig voorkomen, lang allemaal niet meegemaakt. Ik pas kort even mee. Lekker naar het strand, lekker. Lekker naar het strand, lekker. Lekker naar het strand, lekker. Hou je wel een relaxed bootje, zeg. Dat hoort met Sirigata. Deze editie, moet ik u bekennen, was niet een eenvoudige, eigenlijk een hele lastige. De crisis heeft er echt wel een beetje ingehakt. We hebben moeten toveren met de centjes. Het zeilen, de Noord-Sierregatta, is voor mij inderdaad heel belangrijk. Het is voor de stad heel erg belangrijk. We zijn heel erg trots dat we al voor de 69ste keer dit evenement in Den Haag mogen organiseren. Voor Frans Sluiters is het de 23ste keer. En je bent inderdaad een soort Heintje Davids die weggaat en weer terugkomt. Maar voor de continuïteit, dames en heren, is het natuurlijk belangrijk volgend jaar dat die Volvo Ocean Race, dat die hier goed ook geborgen is. We zijn heel blij dat je dat doet. Deze optimist te willen dopen en dan ook de naam te onthullen, want ieder bootje moet natuurlijk een naam hebben. En Joost is natuurlijk ceremoniemeester en die heeft champagne klaar, alles is helemaal geregeld. Kijk eens. Ja, ik moet eerst kijken, want ik moet toch de naam noemen volgens mij dan.
Ja, deze optimist die heet Kleintje. En ik wens Kleintje en haar bemanning een behouden vaart. Ja, en nou, we zijn vandaag op Scheveningen bij een bekende botenrace. Maar tussen al die dure boten vind ik ook een mooie papieren boot. Waar is dit voor bedoeld? We zijn twee kunstenaars en recycling is een belangrijk onderdeel van ons werk. Dus op een gegeven moment, op een regenachtige dag in Frankrijk, zaten we met een berg met oud papier. En we dachten, ja, wat moeten we hier nou mee? Ze veelden ons dood en het hele land was ondergelopen met water. Dus we dachten, laten we eens kijken of je een bootje kan vouwen van papier. En dat, nou ja, iedereen kon natuurlijk een bootje vouwen van papier, dus dat ging hartstikke leuk. Maar toen we ze dus gingen laten loslaten in het ondergelopen land, dachten we, kun je ook een grote boot bouwen van papier? Nou, de eerste paar die zonken, maar deze dus, die hier op de poster staat, die doet het nog steeds. Die doet het al bijna een jaar. Maar dat gaandeweg gingen we nadenken dus over de bootindustrie. En deze polyesterboten die je het allemaal ziet, die zijn dus eigenlijk heel lastig te recyclen. En het is ook heel duur om zo'n boot weg te brengen, dat wat verplicht is tegenwoordig. Dus heel veel mensen laten hun boot gewoon afzinken in de haven of ergens in een kanaal. Dus dat geeft heel veel vervuiling en heel veel troep. Dus wij dachten, kun je een boot bouwen die volledig composteerbaar is? Dus deze boot die we nu gemaakt hebben, die is dus volledig gemaakt van papier en karton. Met een organische lijm. Dus als je deze achter wil laten ergens of aan het einde van het jaar geen zin meer hebt om te varen, dan stop je hem gewoon in de compostberg. En dan wordt het volgend jaar een leuk plantje. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Zo'n hele mooie Siciliaanse, ja zelfs de allermooiste Spaanse. Is dat mijn de Haagse dan? Meisjes die verslaan ze. Dat wel. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze, ben jij zo'n chica of een Haagse? Oh, dat is voor mij niet waar. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Dat zijn alleen maar voorbeelden hoor, je gaat alles. Jullie doen er ook een soort van race mee. Wat houdt dat precies in? We zijn benaderd door Stichting Duurzaam Den Haag. En hun doel is om projecten in Den Haag en evenementen in Den Haag duurzamer te maken. En ze zagen dus ons met onze boot op de Haagse Lift. En ze dachten van, nou, dat is misschien wel leuk om dat te koppelen aan de Volvo Ocean Race. Dus samen met Duurzaam Den Haag, het initiatief van Duurzaam Den Haag, hebben we dus de Paper Boat Race bedacht. Zodat mensen dus zelf met hun eigen papierafval boten kunnen gaan bouwen. En dus eigenlijk op ludieke wijze papier gaan recyclen. En zich beseffen wat ze weggooien. En dat alles wat je weggooit eigenlijk waarde heeft. Dus dat is het idee achter de Paper Boat Race. En we roepen dus mensen op om volgend jaar tijdens de North Sea Regatta en de Volvo Ocean Race en de voorrondes en de finale, om dan tegen elkaar te komen racen in hun eigen papieren boot. Thank you.
vertellen over jouw kunst? Ik vervaardig interieuritems, zeg maar accessoires, objecten. Ik werk met textiel, papier, maar ik combineer heel graag natuurlijke materialen, zoals schelpen, drijfhout en gevonden voorwerpen, zoals de schoenen. Dat zijn dus echte schoenzolen, maar die zijn dus op die manier verweerd door de salpeter, zout, zon. En je zou bijna nu kunnen zeggen dat het steen is. En de combinatie van het materiaal, hoe het er nu uitziet door het klimaat die dat gedaan heeft, is het een prachtig totaalbeeld met schelp en ook het zeg maar drijfhout. Zoals we hier zien, hè? Ja. Dit is een rubberen schoenzool. Ook de onderkant is een drijfhout en we kunnen zien dat dat een rond stuk hout is geweest. En deze schoenzolen zijn van plastic, maar ook die hebben dus het structuur van bijna steen. Vooral de kleur van het materiaal vind ik belangrijk om naar boven te halen. Vandaar weinig kleur en veel natuurtinten. U doet ook iets met vilt of zo? Ja, dit is een verveeld kommetje. Verwerkt met textiel en stukjes stof, zijde. Ja. En, hoe bent u zo gekomen door dit te kiezen? Ik ben docent beeldende vorming. En ik heb altijd ik kom uit de Antillen. En vandaar ook de materialen die daar heel veel op het strand, ook steen, schelpen, het hout. En ik vind het heel mooi om de kleur erin te houden. Dat is een prachtig gelukt, ja. Wat weemoedig kijk ik uit over die brede vaart. Koeien die grazen, boeren die kazen, een paard dat naar mij staat. Deze gewijde grond is het einddoel van mijn bedevaart. Dit kleine dorp waar jij een half eeuw geleden bent gebaard. De klok slaat van de hervormde kerk die dit dorp domineert. Kinderen praten, vullen de straten die jij als je broekzak kent. Ze verlaten het schooltje dat jou zoveel heeft geleerd. En dat jou vormde tot het raadsel dat jij voor me bent. À la recherche d'une femme perdue, jouw wortels liggen daar. Te ver van de mijne, om ze zelfs te kunnen raken. Slechts onze takken raakten nooit verstrengeld in elkaar. Door een storm bewogen, totdat ze knappend braken. Ik sta voor het huis waar jij je kindertijd hebt doorgebracht. Het is fraai gelegen, dat kom je niet tegen in de grote stad. Jouw ouders ken ik niet, ik heb me daar nooit op gewacht. Onze relatie was voorbij, voor ik er de kans toe had. Ze duurde veel te kort,
ik mis nog zoveel antwoorden. En sommige vragen roepen vandaag een aantal nieuwe op. Ik heb een tijd gedacht dat wij twee bij elkaar hoorden, maar realiseer me meer en meer hoe graag ik mezelf toch fop. À la recherche d'une femme perdue, jouw wortels liggen daar. Te ver van de mijne, om ze zelfs te kunnen raken. Slechts onze takken raakten ooit verstrengeld in elkaar. Door een storm bewogen, totdat ze knappend braken. Den Haag heeft vele bijzondere en creatieve mensen. Een van deze mensen is Marianne Alman. We bezochten haar atelier en ze liet ons een en ander zien. U heeft zo te zien een atelier aan huis. Ja, ja. En kunt u misschien iets vertellen over uw werk? We staan bijvoorbeeld voor een mooi, hoe noemen ze dat? Een schilderij, een gobelin of een wandkleed. Ja, ja, ik werk vooral met hergebruik van materialen. Ja. En dit wandkleed is dus samengesteld uit allemaal geborduurde werkjes, schilderijtjes die ik overal op kringloopwinkels of op marktjes verzamel. En dit heb ik uit allerlei borduursels samengesteld. Maar ik maak bijvoorbeeld ook van die borduursels tassen. Die kan ik ook laten zien. Ja, dus dan gebruik ik ook borduurwerk. En dat combineer ik dan weer met allerlei andere stoffen. Dus ja. En mooie binnenkantjes maak ik erin met allerlei vakjes. En bijvoorbeeld ook deze. Wat ook gedeeltelijk van een geborduurd schilderij is gemaakt. En ook weer gecombineerd met stof. Ja. Nou, en datzelfde doe ik eigenlijk een beetje met sieraden. Dan zie je hier voorbeelden van. Ik knip plaatjes uit allerlei tijdschriftjes, boeken, nou overal vandaan. Daar haak ik omheen. En dat combineer ik ook weer met kraaltjes of oude parels. En dit is ook helemaal met de hand gemaakt? Ja, ja, ja. Nou, dit komt uit India. Dat laat ik in India maken, die kraaltjes. En dit is helemaal, maak ik er dan zelf aan. En bijvoorbeeld deze armbandjes zijn ook weer samengesteld uit allemaal onderdeeltjes van oude kettingen en dingetjes. Ja, kleine frutseltjes die ik overal vandaan haal en vind. Dus ja, zo probeer ik dingen het her te gebruiken. Hier, dit zijn ringen gemaakt van oude knopen. Dus knopen zijn vaak heel erg mooi en die plak ik op een ring
zodat je ze weer leuk kunt dragen. Maar hoe krijgt u een knoop in deze vorm? Nou, de knoop, hier heeft een ijzeren rondje aan gezeten waarmee je hem vastzet. Maar dat heb ik eraf geslepen en dan zet ik het op een ring. En ik zie hier achter mij iets met knopen. Ook tassen met knopen, dus allerlei verschillende soorten knopen. Ja, ze zijn vaak heel erg mooi, vind ik. Heel mooi materiaal, vooral de oudere knopen. En dan door de combinatie van allerlei groottes en sommige met 4 gaatjes en andere met 2, krijg je eigenlijk een heel leuk effect. Die je speelt. Ja. En dan een mooie binnenkant. Hier heb ik bijvoorbeeld, dat is ook wel leuk. Ja, dat is heel bijzonder. Een ketting, helemaal samengesteld uit oude parelkettingen en knopen ook weer. Allerlei mooie knoopjes. Dus zo, combinatie van allerlei materialen. Ja. En dit is ook aan elkaar gehaakt. En dan met een speciaal spulletje maak ik het een beetje stevig, dat het in de vorm blijft. En heeft dat erop genaaid of geplakt? Nee, het is gehaakt. Ik haak en dan rijg eerst alles aan een draad en daarmee ga ik haken. Oh, en zo blijft het aan elkaar zitten, die knopen en zo. Oh, ja, zo ben ik met van alles bezig. Hier ook oude knopen en parels. Dit is dan weer een armband geworden. En dat is ook op een gehaakte ondergrond? Nee, dit is op bandje. Elastiek. Oh, ja. Zodat je hem makkelijk om kan doen. Dus zo vind ik iedere keer weer nieuwe dingen uit. Ik krijg ook vaak oude knopendozen en dat soort dingen. Hoe komt u aan die materialen? Nou, ik krijg heel veel, maar ik koop ook veel op rommelmarkten en bij de kringloopwinkels. Ik loop altijd te zoeken. Ja. Maar ook veel mensen die zeggen, ik doe er niks mee. Of het komt uit het huis van mijn moeder of mijn oma. En dan mag ik het hebben. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Nou, ik zal aan u denken. Nou, graag. Ik heb ook nog wel wat op te ruimen. Ja, nou, altijd welkom. Want sommige dingen liggen echt jaren in de kast. Ja, en precies. Je doet er niks mee. Nee, dat heeft iedereen een beetje. Dat je denkt van, ik heb het, maar wat doe ik ermee? Ja. En ik kan het goed gebruiken. Het materiaal wat ik gebruik, dus allemaal garens. En dat staat op een oud flessenrek. Dat is zo'n droogrek waar de wijnflessen op gedroogd worden. Ja, dat is eigenlijk ideaal om al die klossen op te bewaren. En het staat nog leuk ook. Dus ook weer hergebruik. Ja. En bijvoorbeeld daar staat een kaarsstandaard gemaakt van een oude riek, een hooivork. Dus ook hergebruik van de oude hooivork. En dan is het een hele leuke kaarsstandaard geworden. En nog één ding achter u. Nog één ding. Vertelt u daar eens over. Dat dit hert. Ook met allemaal bedekt met knopen en oud kant. En ook weer parels. Dus ook weer het hergebruik van materiaal. En daarmee proberen een nieuw object te maken. En die kop heeft u de ook vorm, zelf gemaakt? Nee, de vorm is een speelgoed hert. Ja. Dat is van zacht materiaal, dus daar kan ik makkelijk in naaien. Dus die heb ik als basis gebruikt. Ja. Heel decoratief. Ja, dus maar ook weer met allemaal spulletjes die ik her en der verzamel en krijg. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering. Heeft u nou suggesties of ideeën? Laat het ons weten. Dat kunt u doen door een e-mailtje te sturen naar redactie@haagsedingen.nl. Maar een briefkaart mag natuurlijk ook. En dat kunt u doen naar Stuitenbeekerstraat 360 2525 Simon Victor in Den Haag. Ik wil u bedanken voor uw aandacht en zou zeggen, geniet nog van uw weekenddag. Actuele zaken, Haagse dingen ook voor nu. Ja, van alles, van de oudbouw tot de nieuwbouw op een spuit. Het werden mee van Hagenaars, ook van de jongen.
nog weten hoe het leven vroeger was. Maak het Haagse leven heel erg rijk of grap en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haags als Haags mag zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet haast.